Hallo, ik ben Max. Spreek jij Nederlands? Klik dan op deze vlag. Goed zo! Max en Merel gaan naar de stad. Goedenavond, meneer. Goedenavond, meneer. Max en oom Pong zijn op bezoek bij tante Lisa en Merel. Iedereen verheugt zich op de avond. Want dan geeft tante Lisa een groot feest. Ja, Bello. Ga maar weer liggen. Het feest begint vanavond pas. Oh! Een klok met gevoel voor ritme. Vissen vinden het ook niet leuk om alleen te zijn. Ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen! Sinds wanneer heeft een dobbelsteen een 8? Dit is toevallig een speciale dobbelsteen. Luisteren jullie eens even. Ik heb voor het feest nog wat dingen nodig uit de stad. Wie wil er boodschappen doen? Nou, ik moet die radio maken. Anders hebben we vanavond geen muziek. Maar Max en ik kunnen wel naar de stad gaan. We nemen gewoon de bus. Tof! Ik ben nog nooit in de stad geweest. En ook nog nooit in een bus. Goed idee. Dan kan Merel je alles laten zien. Ik zal jullie een boodschappenlijstje geven, zodat je niet vergeet wat je moet kopen. Wat vind je? Moeten Max en Merel onmiddellijk vertrekken? Ja? Nee? Ja! Schiet op, Max. Laten we gaan. We zullen vast veel plezier hebben. Jippie! En nu op naar de stad. Eens kijken wanneer de eerstvolgende bus komt. Intussen kun jij tante Lisa's boodschappenlijstje bekijken? Hier is het. 1 bos tulpen. 3 bananen. 4 feesthoeden. 6 eieren. 5 feestneuzen. En 6 postzegels. Bovendien mogen Max en Merel elk een chocoladeijsje kopen. Je kunt deze spullen samen met Max en Merel gaan kopen. Als je alles hebt, mag je terug naar tante Lisa. Dan kan het grote feest beginnen. Maar waar blijft die bus nou? Dit is de plattegrond van heel wijd weg. Wij zijn hier, vlak bij de toren van tante Lisa. En daar zijn het marktplein, het stadspark, de hoofdstraat en de winkelstraat. Heb je zin in een ritje met de bus? Dan moet je hier klikken. Ja? Nee?
Ja! Is dat geen leuke bus? De chauffeur laat je steeds weten waar de bus stopt. Je hoeft alleen maar op de knop te klikken als je vindt dat Max en Merel moeten uitstappen. Marktplein! Dit is de markt van heel wijd weg. Hier kan je van die lekkere kleine worstjes kopen. Merel is er dol. Wauw! Zijn ze niet heerlijk? En wacht maar, er zijn hier nog veel meer lekkere dingen. Kijk, daar kunnen we de tulpen voor tante Lisa kopen. Oh, die was ik bijna vergeten. Je mag wel blij zijn dat ik erbij ben. Eén bos tulpen, alstublieft. Natuurlijk, jonge dame. Dat wordt dan 5 zilverstukken. Heeft iemand iets voor ze te eten? Ja. Vissen zijn heel glibberig. Wil je met Max en Merel naar het postkantoor? Ja? Nee? Ja, hebben we de postzegels voor tante Lisa al? Nee. Daar is het postkantoor. Goed zo. Kom mee. Vlug. Het is een heel gezellig postkantoor. Groot is het niet. Maar er valt van alles te beleven voor Max en Merel. Kijk, die meneer daar slaapt. Sst. Wauw, die heeft honger. Neemt u me niet kwalijk? Wij... Nou ja, moment eens. Ik kom zo bij u. Niks moment. We willen nu geholpen worden. We hebben 6 postzegels nodig voor tante Lisa. Oh, maar dat verandert de zaak. Wat voor postzegels moeten het zijn? Die met het hoofd van de burgemeester erop. Dat wordt dan 6 zilverstukken. Alsjeblieft. En doe je tante de groeten van me. Misschien zit er wel een leeuw in. Of een giraf. Wil je met Max en Merel terug naar het marktplein? Ja? Nee. Ja! Kom op, Max. Laten we gaan. Het is me hier veel te rustig. Moeten Max en Merel de markt verlaten? Moeten ze weer met de bus mee? Ja? Nee?
stadspark! Er gebeurt altijd wel iets in het park. Vooral als het zulk mooi weer is als vandaag. Dan komen alle inwoners van heel wijd weg hier genieten van de frisse lucht. Of ze komen een wandelingetje maken. Er valt hier altijd wel iets gezelligs te beleven. Hé, hey, het is hier net zo leuk als thuis. Daar kijk je van op, hè? Bij jou in het dorp heeft iedereen een tuin. Maar niemand heeft zo'n grote als deze. Wat is er met de burgemeester aan de hand? IJsjes! IJsjes! Speciaal ijskoud ijs vandaag! Merel, kijk! Daar staat een ijskoolman! Heb ik al gezien? Hebt u ook chocoladeijs? Natuurlijk! Dan willen we graag 2 chocoladeijsjes. Dat kost u 2 zilverstukken. 1, 2. Alsjeblieft. Bedankt. Eet smakelijk. Wil je met Max en Merel naar de speeltuin? Ja? Nee. Ja! Kijk, een speeltuin. En een stenen olifant. Of is het een echt? Ik wil ook een keer schommelen. Merel, kijk! Joehoe! Bravo! Dappere kat. Dit is leuk. Moeten Max en Merel uit de speeltuin vertrekken? Ja? Nee. Ja. Ik begin me te vervelen. Kom je? Dan gaan we. Ach, wat jammer. Moeten Max en Merel weer met de bus mee? Ja? Nee. Hoofdstraat. Dit is de hoofdstraat van heel wijd weg. Hier moeten Max en Merel heel goed opletten. Want met zoveel verkeer kan er van alles misgaan. Hé, hey, als we door deze gaten kijken, kunnen we het bouwterrein zien. Wil jij ook? Natuurlijk! Gaaf! De stad wordt steeds groter. Hier zijn ze alweer een nieuw huis aan het bouwen. Oude wilvraat. Eet smakelijk. Misschien wilden ze liever een zandkasteel bouwen. Wil je terug naar de hoofdstraat? Ja? Nee. Weet je hoe verkeerslichten werken?
Klik op de knop aan de zijkant en kijk wat er gebeurt. Is het rood? Dan blijf je staan. Is het groen? Dan kun je gaan. Wil je met Max en Merel in de kledingwinkel? Ja? Nee? Ja. Max, laten we hier naar binnen gaan. Een kledingwinkel. Dat is vast leuk. Oké. Ben je wel eens in een kledingwinkel geweest? Vast wel. Soms is het er vreselijk saai. Het kan er ook heel leuk zijn. Zoals hier. We willen deze hoeden kopen, alstublieft. Dat kan. Dat is dan 10 zilverstukken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zilverstukken. Alstublieft. Dankjewel, jonge dame. Kom op, we gaan ons verkleden. Gaaf! Wat is daar aan de hand? Niks. Helemaal niks. Wil je met Max en Merel terug naar de hoofdstraat? Ja? Nee? Ja! Kom mee, we gaan. Ik heb geen zin meer. Moeten Max en Merel weer met de bus mee? Ja? Nee? Ja! Winkelstraat! Dit is de winkelstraat van heel wijdweg. Er is een speelgoedwinkel, een kiosk, een supermarkt en een groente- en fruitkraam. Merel, kijk daar! Ik weet het. De bananen voor tante Lisa. 3 bananen, alstublieft. Dat is dan 3 zilverstukken. Wat een gezellig winkeltje. Moeten Max en Merel hier naar binnen? Ja? Nee? Ja! Dit is de supermarkt van heel wijd weg. Hier kun je melk kopen en kaas, limonade, brood en worst en nog veel meer. Hallo! Dag kinderen. Wat kan ik voor jullie doen? We willen graag eerst even rondkijken, alstublieft. Oké. Snoepjes uit Brazilië. Kijk, Max. Hier liggen eieren. Ik leg 7 zilverstukken voor de eieren, voor u, op de toonbank. Oké.
Voltreffer. Oh, nee, 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 nee. Ben je lang genoeg in de winkel geweest? Moeten Max en Merel nu vertrekken? Ja, nee. Ja. Dag, supermarkt, meneer. We gaan. Tot ziens. Ja, tot kijk hoor, kinderen. Tot gauw. En... Oh! De speelgoedwinkel. Moeten Max en Merel naar binnen gaan? Ja, nee. Nee, ja. Dit is een fantastische speelgoedwinkel. Je zou hier dagen kunnen rondkijken. Maar Max en Merel moeten aan hun boodschappen denken. Kan ik jullie helpen? Of willen jullie alleen maar even rondkijken? We kijken alleen maar even rond. Dank u. Oké, neem gerust de tijd hoor. Ah, wat een boel speelgoed. Wauw. Ja, zo'n speelgoedwinkel hebben jullie niet in het dorp, hè? Kijk, Merel. Feestneuzen. We willen graag 5 feestneuzen. Dat is 1, 2, 3, 4, 5 zilverstukken. Oh, oef, au, oem. En 1 en 2 en 3 en 4. En herken je deze dieren? Moeten Max en Merel de speelgoedwinkel nu verlaten? Ja, nee. Ja! Tot ziens! Max en Merel zijn in de winkelstraat. Moeten Max en Merel weer verder met de bus? Ja, nee. De toren van Tante Lisa. Welkom op het feest van Tante Lisa. Al onze vrienden zijn er. Ken je ze allemaal nog? Oh, wat een geweldige uitvinder ben jij. Ja, ik weet het. Ik weet het. Heeft hij dan nooit genoeg? Het was een fantastische dag, Merel. De stad is in één woord super gaaf. We kunnen morgen nog wel een keer gaan, als je dat leuk vindt. Ah, ja! Proost allemaal. Hey, is dit geen fantastisch?
Chinees feest? Ja! Wil je verder spelen? Ja? Nee?